Het dorpsfeest in Zoeterwoude staat weer voor de deur. Niet het jaarlijks dorpsfeest in de zomer bij Sportpark Haasbroek, maar de wintereditie in de Zoeterwoudse Eendekooi. Dit winterfeest vindt dit jaar voor het eerst plaats. We doen natuurlijk het, het dorpsfeest uh, buiten op, op Haasbroek hè, in de zomer. En uh, voor de winter hadden we zoiets van, nou, laten we ook eens wat leuks doen in, in, in de Eendekooi. Dus uh, hebben we besloten om het binnen te organiseren. Waarom nu? Nou we deden altijd de sinterklaasje toch. Die kon natuurlijk een aantal keer niet doorgaan vanwege de, de, de corona-perikelen. En daardoor hadden we eigenlijk tijd vrij kunnen maken om, uh, om dit te gaan organiseren. Want gelijktijdig organiseren dat gaat niet, daar hebben we gewoon te weinig mensen voor. Het programma van de wintereditie vindt plaats op 1, 3 en 4 februari. In tegenstelling tot het dorpsfeest in de zomer, waar iedere dag een dagvullend programma was, vinden deze keer de activiteiten in de avond plaats. Woensdagavond hebben we de bingo hier in de Edekooi, uiteraard. En vrijdagavond hebben we Q Music met de Albert Tribute Act. En op zaterdagavond hebben we Unity NL. Ontour met onder andere Django Wagner en uh, Robert van Hemert en nog veel meer andere artiesten uiteraard. Het belooft dus een groot feest te worden. Bij Unity NL kijken ze er al naar uit. Ja, we kijken heel erg uit naar deze eerste editie van Unity NL On Tour. Het is de allereerste van 2023. Het is eigenlijk nog nooit zo vroeg in het seizoen dat er een tour was geweest. Er komen nog een heleboel aan. 5 mei is er bijvoorbeeld een Unity NL On Tour. Die staat in Leiden op de Leifelbaan tijdens het, de bevrijdingsmarkt. Maar ook tijdens de lakenfeesten komt er weer een Unity NL On Tour. Tijdens Jaarmarkt Leiden Dorp in september. En ook tijdens de vriendenfeesten. En dat zijn de tours die tot nu toe gepland zijn. Dus er zouden er zomaar meer bij kunnen komen nog. Ook de optredende artiesten hebben er zin in, zoals de Leidse Ray Benjamin. Ja, ik kijk echt super uit naar het Dorpsfeest in, in Soeterwouden. Ik heb er heel veel leuke verhalen over gehoord. Het schijnt altijd één groot feest te zijn. Dus ja, voor mij alleen maar super leuk dat ik er een keer bij mag zijn. Ja, we gaan echt van alles doen. Ik ga echt uh, springen van links naar rechts. Uh, de leuke apres met gaan voorbij komen. Het ligt er maar net aan hoe leuk het publiek meedoet. Als het publiek heel leuk meedoet, dan wordt de muziek ook alleen maar leuker. Voor artiesten zoals Ray Benjamin is het belangrijk om bij dit soort feesten aanwezig te zijn. Nee, Unity is voor mij sowieso heel erg belangrijk. Uh, ze draaien sowieso met muziek heel veel. En uh, ja, natuurlijk al die grote ontourfeestjes en dat soort dingen, daar wil je gewoon bij staan. Het, uh, het is altijd superleuk geregeld. Je krijgt heel veel leuke reacties van en uh, je hebt er ook echt wat aan achteraf. Omdat het Winterfeest in de ene kooi plaatsvindt, is er maar een beperkt aantal bezoekers die toegelaten kunnen worden tijdens de feesten. We mogen maximaal 750 bezoekers toelaten. Uh, zover zijn we helaas nog niet. Maar er zijn nog steeds kaarten verkrijgbaar. Op de website www.dorfveestsoetenwoude.nl word je vanzelf